Ik geloof dat er nog heel wat essayisten actief zijn. Meestal schuiven zij op naar de academische uitgeverijen. Of gaan zij non-fiction schrijven en verpakken ze hun wetenschappelijke of essayistische inzichten op een, hoe zullen we dat zeggen, monothematische manier. Ze schrijven bijvoorbeeld een boek over wat het onderwerp is van mijn eerste essay. Of ze schrijven een boek over een auteur. En je ziet dat essayistiek steeds meer zich moet verdedigen tegen de enorme druk die er is van de roman uit. Literatuur is sinds, ja, dat is eigenlijk maar een proces van de laatste 100 jaar, is bijna identiek geworden naar literatuur. Terwijl vroeger natuurlijk de poëzie, ook het essay, het proza in de breedste zin in de 18e eeuw, de correspondentie, het essayerende proza à la Montaigne uit de 16e eeuw, dat was populair. Dat heette allemaal gewoon proza. En je ziet natuurlijk dat essay en poëzie naar de rand worden gedrongen en dat het steeds moeilijker wordt om essayistiek te bedrijven zoals ik het doe. Dus ik zou niet zeggen dat er weinig essayisten zijn. De meeste essayisten gaan zich tegenwoordig anders profileren. En wat ik hier doe, de provocatie bestaat er eigenlijk uit dat ik gewoon mezelf blijf en een essayboek maak met zeer gevarieerde essays waarin een rode draad zit. En dat ik het essay blijf beschouwen als een literair genre en als een onderdeel van mijn eigen creatief werk. En daar hebt u gelijk dat steeds minder voorvalt. Hoe komt zo'n essay tot stand bij jou? Hoe groeit dat? Vanuit een kleine, heel kleine initiële impuls. Ik beschrijf in het eerste essay hoe het kwam. Dat kwam door een televisieprogramma. Dat gebeurt vanuit een bijna aforistische notitie. Is er op dat moment ook een kans om iets binnen een tijdschriftcontext of een debat te doen of voor een lezing, dan groeit dat organisch tot een essay uit of tot een stuk van een essay. Dus dat gaat heel, heel organisch eigenlijk. Ja, je zegt het eerste essay in de bundel, aanleiding van een televisieprogramma. Het gaat eigenlijk over hoe emoties geëtaleerd worden en eigenlijk ook niet meer beleefd worden. Dus enerzijds etaleren van emoties, anderzijds ook niet meer. We zijn niet meer in staat tot een soort van empathie. Ja, daar is iets heel merkwaardigs gebeurd met, ik ben natuurlijk niet de eerste die daarop wijst, met de structurering van onze emoties. Je zou enerzijds kunnen zeggen dat onze samenleving bijna hysterisch aan emoties doet. Peter Sloterdijk heeft er voor mij op gewezen dat de mannelijke hysterie tegenwoordig haar hoogtijdagen beleeft in de voetbalwedstrijden. Dat is waanzinnig wat een hysterie daar gepaard gaat met het scoren van een doelpunt. Dat gaat veel verder dan elke vrouwelijke hysterie ooit is gegaan. Je ziet het ook in het verkeer elke dag. De mannen zijn zeer hysterisch geworden, om het maar zo te zeggen. Dat is een cultureel fenomeen dat zich uit in het feit dat bijna elk politicus een kort lontje heeft. Of zijn vingers niet kan thuis houden, of wat dan ook. Dus je ziet een cultuur die gehysteriseerd is en die ook voortdurend vanuit haar idee van de wellness en het feit dat we het gevoel hebben dat het leven te jachtig is en dat we dus, omdat het allemaal zo hysterisch gestructureerd is, ook weer moeten kunnen uitrusten en kunnen chillen en moeten haar wellness kunnen doen, wordt ook dat dus gemobiliseerd. Dus alles wat we aan emoties hebben, wordt ofwel opgefokt, of moet dan weer worden afgebouwd. Maar de twee, het opfokken van de emotie en afbouwen van de emotie, zit evenzeer in een dwangbuis, in een gemobiliseerde beweging. Je moet dat doen. Daardoor ontstaat iets heel geks, denk ik. En het essay gaat over die tweespalt. Deze vreselijk hysterische mensen van vandaag de dag zijn eigenlijk tegelijkertijd kil voor elkaar. Het is alsof de emotie is opgesplitst geraakt in wat onszelf betreft, en waar we vaak een uiterste sentimentaliteit vertonen. En datgene wat de ander betreft, waarvoor we glashard kunnen zijn. Nu is dat al beschreven in de jaren 30, hier en daar, fragmentarisch, door iemand als Martin Heidegger. Dat dus de mens in de technische wereld de geborgenheid verliest. Dat de technisering van de wereld, ook marxistische filosofen hebben het daarover gehad, dat de vertechnisering van de wereld zorgt voor een als het ware een mechanische emotie. Een emotie die kan getriggerd worden op een bijna gerobotiseerde manier, maar die je ook kunt afbouwen. Mijn essay gaat voor een stuk over hoe deze paradox zich voordoet in de pornografie. Datgene wat vroeger het terrein was van Proust, van de emotie, van de verliefdheid,
Seksualiteit, dat werd meestal geassocieerd met verliefd versmelten met iemand en het paradijs ingaan, om het zo te zeggen. Dat is nu geworden tot een soort van bijna kille, professionele uithoudingswedstrijd. Die met een soort epicurisme wordt losgemaakt van de emoties. Want je moet eigenlijk al bijna naïef zijn om nog aan emoties te doen. Vandaar dat ik in mijn boek zeg, zoals je 50 jaar geleden van de katholieke kerk niet aan seks mocht doen, mag je blijkbaar nu niet meer aan emoties doen. Binnen die liefde dan. Maar je mag wel aan emoties doen binnen alle andere terreinen. Je mag aan agressieve emotie doen in de politiek. Je mag aan in het voetbal bijvoorbeeld. Sportieve emotie doen. Ja. Dat mag je allemaal doen. Ja. Dus daar zit daar iets heel genatigs in. Ook in de kunst zie je dat veel recensenten zo'n beetje een grimmige of sarcastische toon krijgen wanneer het over emoties in de kunst gaat. Dat is in de westerse geschiedenis nooit vertoond. Ja. Kijk je naar de grote 16e, 17e eeuwse kunst, dat is kunst van de ontroering. Maar heeft dit te maken ook voor een deel met het kijktijdperk? Wij zitten nu in een tijdperk waar het beeld, het medium, een bijzonder belangrijke rol speelt. Ik heb het over het hysterische gedrag van voetballers die tegen de scheidsrechter gaan ingaan. Wordt het imiteren van emoties niet belangrijker in onze samenleving? Ja, ik denk dat dat zelfs een onderdeel is van wat mij in dit boek zo bezighoudt, de mobilisatie. Ik denk dat heel veel mensen zelfs onbewust het loopje of de manier van lachen van hun filmidolen overnemen. En ik denk dat ze dat natuurlijk ook vanuit het voetbal overnemen. Maar je ziet ook dat emoties in de straat worden doorgegeven in rituelen. De emotie is een vorm van ritueel. De Italianen, die hun handen veel meer gebruiken dan wij, weten dat zeer goed. Als ik op die manier tegen u spreek, dan heb ik het anders gedaan dan wanneer ik op zijn Hollands alleen maar zo spreek. Dat heeft een impact, die body language. En natuurlijk is die body language aanstekelijk. En als je iemand snel over de top ziet gaan, en je leeft in een cultuur zoals wij nu, die nogal machistisch is, waarin over de top gaan het bijna het signaal is van de dominante persoonlijkheid zijn, dan zit je natuurlijk op een hellend vlak. Want in de tijd waarin ik nog werd opgevoed in de jaren 50, 60, was juist degene die heel soeverein en rustig bleef. Ja. Degene die eigenlijk de macht naar zich toetrok door te zwijgen. Ja. Niet dat dat niet meer bestaat. Maar je ziet natuurlijk wel bij een hele generatie dat die extraversie totaal op adrenaline drijft. En adrenaline is natuurlijk niet onze beste raadgever.